De Leenderweg in Eindhoven. Een belangrijk verbindingsweg door de stad richting het centrum. Een weg met veel verkeer. Het is woensdagmiddag 17 juli. Langs praktisch de hele weg zitten allerlei winkels. Zo ook een drogisterij op de hoek van de Eerste Bottenroosstraat en de Leenderweg. Om 16:30 middag zijn er twee medewerkers in de winkel. Eén in de winkel zelf en haar collega is op dat moment net even in het magazijn. Niemand ziet het aankomen. Ineens rent iemand met een mes naar binnen. De cashière schrikt zo erg dat ze bijna niet kan bewegen. Ik open de kassa. Schiet op. Eenmaal buiten rent de overvaller meteen via de Eerste Bottenroosstraat de Wilgenroosstraat in. En dan is die weg. Het ging allemaal erg snel, want hij was binnen een minuut weer weg. Maar daarmee was de schrik van de medewerksters niet minder groot, want hij stond wel met een mes te zwaaien. Bewakingscamera's in de winkel hebben hem vastgelegd. Allereerst als hij de winkel instormt en meteen naar de kassa rent. Daar bedreigt hij de medewerkster die is verstijfd van schrik door het verbale geweld en het grote mes van de overvaller. Dan duurt het niet lang voordat ook de andere medewerkster op het lawaai afkomt en roept dat ze de politie gaat bellen. Even terug naar het moment dat hij het beste te zien is. Ook al probeert hij onherkenbaar te blijven door zijn zonnebril en de capuchon over zijn hoofd, toch kan het zijn dat iemand een vermoeden heeft wie dit kan zijn. Het is een man zonder baard. Hij is zo'n 20, 25 jaar, ongeveer 1,70 meter, 1,75 lang. Hij draagt hier een zwart Adidas vest met witte strepen op de mouwen. Hij zag er goed verzorgd uit. En hij had zelfs een wat vriendelijke uitstraling. En dat staat haaks op datgene waarvoor wij hem zoeken. Gewapende overval op deze winkel. Maar wij zoeken nog meer getuigen. Mensen die hem die woensdagmiddag 17 juli hebben zien rennen. En dat hij hier de Wilgenroosstraat ingerend is, dat weten we. Maar daarna kan hij ook nog gezien zijn. Rond 16:30, rennend of op een andere manier, met de auto, een scooter. Als u iets weet, horen we het graag. Herinnert u zich iets van die warme zomermiddag 17 juli? Was u in de buurt van de Leenderweg in Eindhoven? En heeft u iets gezien dat met de overval te maken kan hebben? Heeft u een vermoeden wie de man op deze beelden kan zijn? Laat het dan weten. U kunt op verschillende manieren reageren. Via de gratis tiplijn, maar ook zonder uw naam te zeggen. Via M op 0800 7000. Ook via onze website kunt u tips doorgeven met het speciale tipformulier. Alle informatie en de bewakingsbeelden vindt u ook terug op deze site.